In de beleving van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akinboto, is de mijnbouwsector in Suriname onderontwikkeld. De bewindsman zei dit vandaag tijdens een beleefdheidsbezoek dat hij bracht aan Grasalco. Akinboto heeft jaren leiding gegeven aan dit bedrijf. De bewindsman gaf aan dat Suriname op papier een rijk land is. De waarde van de mineralen en ertsen zal echter pas zichtbaar en handelbaar zijn wanneer het boven de grond is, benadrukte Akinboto. Onder de grond ga je nooit in staat zijn om die volle waarde ervoor te krijgen. Dus wat komt erbij kijken? Er moet een bedrijf zijn die in staat zal moeten zijn om samen met anderen deze waardevolle mineralen, nadat ze natuurlijk zijn vastgesteld met de exploratie, verder te ontginnen en daadwerkelijk added value toe te voegen, of value toe te voegen, zodat ze daadwerkelijk ten goede komen van Suriname. Akinboto zei verder dat we in Suriname bekend zijn met de traditionele mineralen goud, bauxiet, steenslag en graniet. Volgens hem is er echter nog een reeks aan mineralen die niet onderzocht is. U hoort ook de president-commissaris bij Grasalco, Nathalie Akkord-Luw, die de Grasalco-directie opriep marktleider van steenslag in Suriname te blijven. Waarvan de potentie dat is om dat hier aanwezig zijn. En dat moet ergens ondergebracht worden in het bedrijf. Dat is het voorrecht dat u allemaal hier zit. Want dat bedrijf, de rijkdommen die het land heeft, ook eens op een dag op zullen raken, te beheren, te exploiteren voor het land. Die rijkdommen die we hebben, die ervoor zouden moeten zorg dragen dat wij geen leningen moeten sluiten. Want we daarmee onze duurzamere sectoren kunnen gaan financieren. De projecten te Patamakka en Worsteling Jacob zullen gestadig uitgevoerd moeten worden. En dan sta ik achter de minister, de vorige president-directeur, die stelt geloof te hebben in Marie Pastoon. Marie Pastoon lijkt wel soms een zorgenkindje te zijn van de operatie. Maar met de juiste inputs, de juiste resources en kennis zal Marie Pastoon al heel gauw de trots van het bedrijf kunnen zijn. Dit project is het bewijs dat wij het respect voor onze natuur hoog achten door op een duurzame wijze goud te exploreren en te produceren. En voor wat betreft in vitro plants, waar landbouw en technologie samengaan, is deze business unit in mijn ogen op dit moment het toetje van Grasalco. Dat was RVC-voorzitter Nathalie Akkord-Luw. Ze sprak vandaag bij het beleefdheidsbezoek dat NH-minister Sergio Akinboto bracht aan de NV Grasalco.